Dag, jongens en meisjes. Gisteravond hebben we afscheid genomen van Klaas Vaak. Maar nu ga ik iemand aan jullie voorstellen die de ouderen onder jullie vast nog wel kennen. Vanaf maandag aanstaande komt hij elke avond zijn avonturen vertellen. Kijk, hier komt hij. Pipo de Clown. Het is Petra's bedtijd, hoor. Hou eens vast, Babbeloe. Shoppie de floppie de flop. Goedenavond allemaal. Grote, kleine, dikke en dunne kinderen. Hier is Pipo de Clown met zijn zonnetje, zijn bolhoed, zijn wipneus en zijn ruitjesjas. Ja, en een denkhoofd vol met grapjes. En een woonwagen vol met avonturen. Maar ik ben natuurlijk niet alleen, hè. Nee, dat zou helemaal niet gezellig zijn. Hier, in dit leuke bedje, wie is dat? Ik ben Petra. Ja, dit is Petra, mijn eigen lieve dochtertje. En jij bent mijn eigen malle papa Pipo. Nou zeg, nu horen jullie het van haarzelf, hè. Ja, zeg, en weet je wat wij gaan doen? Iedere avond, voor het slapen gaan, oogjes toe, kom ik hier met Petra even zitten babbelen. En dan praten we daar over wat er die dag is gebeurd. En jullie mogen allemaal meeluisteren. Juist, en meekijken. Want als je met een woonwagen over de wereld reist, over al die kronkelweggetjes, nou zeg, dan beleef je een heleboel avonturen, hoor. Iedere dag is er weer wat nieuws. Kijk, Noro Noro ons ezeltje en Foefiet onze wegwijsvogel. En helemaal achteraan onze kip Suus. Ja, nou zeg, die kakelt wat af op al die weggetjes. In de tijd dat Pipo begon was er maar één zender. En de allereerste uitzendingen, dat was ook maar de enige uitzendingen die hele dag. Dus de kijkdichtheid was enorm. Nog niet veel mensen hadden televisie. Maar de kinderen die kropen woensdagsmiddags en zaterdagsmiddags bij elkaar bij degene die het wel had. De Pipo lekker nooit. Ik maakte altijd eerst tekeningen van voor mezelf, van de figuren waarover ik schreef. Ik moest het voor me zien in mijn verbeelding en dan kon ik er pas voor schrijven. En met de acteurs was het ook, toen ze het begonnen te spelen zag ik allerlei mogelijkheden. Ik zat aan hun lippen gewoon van, oh, dat doe jij dus zo, dat heb je van jezelf. Pipo, hoe doe je dat niets doen? Dat is gewoon zo, hè? Met die armen over elkaar, zo. In 1966 bouwde Wim Muldijk een lichtgewicht Pipo-wagen, zodat het ezeltje de kar kon trekken zonder hulp van de filmploeg. De opnames voor de dagelijkse Pipo-filmpjes begonnen eind 1966 in de tuin van de schrijver in Bussum. Maar al gauw trok de populaire clown zoveel bekijks dat hij moest uitwijken naar een rustige locatie. En dat werd Kasteel Groeneveld in Baren. Attentie, opgelet, het begon zo. In de weekenden en op woensdagmiddag konden ze er even goed niet filmen vanwege de jeugd die dan vrij was. Maar door de week was het stil.
en dan kon de woonwagen ongestoord door het park en over het Pipobruggetje rijden. Ik weet nog wel dat mijn moeder, het werd dus in Baren opgenomen en daar woon ik. En mijn moeder altijd zei van, nou, het is in het bos bij Groeneveld. En nou, je kan wel eens kijken, misschien is het daar. En altijd als we in het bos waren, hoopte ik dat ik hem tegenkwam met zijn wagentje. Maar het is nooit gebeurd. Oh, dat je Pipo tegenkwam. Natuurlijk, mijn moeder kon me dat allemaal wijsmaken, dat soort dingen. En nou, vond ik spannend. Dan liep ik in het bos, denk ik, misschien zie ik hem hier wel. En dan hoopte ik dat ik hem tegenkwam daar. Wim Muldijk schreef 208 afleveringen per jaar. De zakken fanmail waren niet meer te tellen. Toen India Klukluk zijn veertje verloor, werden hem door bezorgde kijkertjes 400 nieuwe veertjes toegestuurd. Ezeltje Nononono wist aan het eind van elke draaidag zelf de weg naar zijn stal te vinden. In kasteel Groeneveld, waarbinnen ook het bedje van Petra stond. Kinderen begrijpen er niets van, hè? Ik zal het jullie uitleggen. Nou, vanmorgen hadden Petra en ik een geheimtje. Wacht eens even, dat waren Petra en Pipo. Ja. Jij bent het, Klukluk. Ja, ik zie het. Ontken het maar niet. Ja, mij zijn wel Klukluk, maar mij zijn ook van de Haastige. Nee, zaken gaan voor, hoor. En zeker taarthaken, ja. Oh, mij weten niks over de taartige. Oh, nee? Jij weet niks van de taartige? Nee. Je maakt de hele auto kapot. 1, 2 floepers. Ah! Oh, raak, oh, ja. Clowns zijn zo eerlijk als goud. Dat is bekend. En dus reden we weer verder. Na 2 jaar ging Pipo weer door met zijn langere avonturen voor de grotere kleinkinderen van Nederland. Snuif, het is gelukt! Ja, Snuif, wat boffen we, hè? Die clown is veilig de grens over. Ja, met onze parels, mooie parels, fijne parels. Pipo was een reizende clown, maar hij hoort thuis in de jeugd en in de herinnering van duizenden mensen met deze woorden. Dag vogels, dag bloemen, dag kinderen, wel te rusten. Hallo vriendjes en vriendinnetjes, zitten we allemaal klaar? Dan nu een buitengewoon avontuur. Een avontuur met Pipo en het schaduwpaardje. Op een dag wandelde Pipo zomaar door het bos. Plotseling zag Pipo een huis. Het was groot en statig. Was er iemand thuis? Ja, daarbinnen was een meisje. Maar ze zag erg bleek. Zou ze ziek zijn? Sapperdeflapperdeflap. Wat is er met jou, meisje? Ben je ziek? Ja, meneer de clown. Ach, en wat heb je? Ben je snip verkouden? Of is het nog erger? Het zit van binnen. Ik heb pijn in mijn hart. Oh, dat is erg, zeg. En waarom? Omdat mijn paardje verdwenen is. Je watje? Mijn paardje. Een klein schaduwbeestje. Niemand heeft het ooit gezien. Behalve ik. Ja. Nou, dat klinkt heel erg interessant, hoor. Nou. Oh,
Dus u gelooft me? Natuurlijk. Als jij zegt dat je paardje verdwenen is, dan gelooft Pipo dat meteen, hoor. Zeg maar, waarom zit jouw paardje eigenlijk niet aan je bedje? Dat durft hij niet. Hij is schichtig en bang voor grote mensen. Ja. Als er iemand naar hem kijkt, is hij gelijk verdwenen. Het is zo snel als de wind. Ach, zo snel, ja, ja. Zeg, maar wat denk je? Zou dat paardje ook bang zijn voor Pipo? Misschien. Ja. U bent wel een groot mens, maar u bent een clown. Ja, dat is waar. En misschien is hij niet bang voor clowns. Nee, dat kan natuurlijk wel. Hè. Weet je wat Pipo zal doen? Hij zal proberen dat paardje voor jou te vinden. En als ik het gevonden heb, dan breng ik het meteen terug. Reken maar. Zo beloofd, zo gedaan. Pipo ging op zoek naar het verdwenen paardje in het grote bos. Hela, hoorde ik daar iets ritselen? Sapperde Flap zich. Ik weet toch zeker? Ja, ja, daar is het. Nee, het is alweer weg. Dat schaduwpaardje was niet alleen erg verlegen, het was ook zo snel als de wind. Hoe kon ik hem nu vangen? Wacht, een list. Hoe vangt men schaduwpaardjes? Pipo kijkt in de spiegel, dan denkt het paardje dat ik hem niet zie. En dan? Ja, ja, hier moet hij toch ergens zijn? Nee, weer verdwenen. Nog eens proberen. Ja, ja, daar is hij weer. Voorzichtig. Kom maar. Ja, 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 ik heb hem. Nou zeg, wat ben jij verlegen? Bracht het schaduwpaardje terug naar zijn vrouwtje. Nou, 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 wat was ze blij. Ze was gelijk weer helemaal gezond. Dit was het avontuur met het schaduwvlugge bospaardje. En u allemaal vlug slapen. Dag vogels. Dag bloemen. Dag kinderen. Wel te rusten.